Welkom bij de basisscholingen COVID-19 en palliatieve zorg. In deze basisscholing gaan we in op het delier. Een delier is een toestandsbeeld dat in uren tot dagen ontstaat, waarbij de patiënt verward is en het bewustzijn wisselend gestoord is. Daarnaast bestaat er fysieke onrust, of in het geval van een stil delier, juist apathie en verlies van initiatief. Vaak zijn er hallucinaties en/of wanen. Er is bij een delier altijd een onderliggende lichamelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een blaas- of longontsteking. Bij ernstige zieke patiënten komt een delier veelvuldig voor. Een delier heeft altijd een lichamelijke oorzaak. Dit veroorzaakt een diffuse ontregeling in het brein waarbij er sprake is van een disbalans van neurotransmitters, met name van acetylcholine en dopamine. Dit uit zich in een wisselend gedaald bewustzijn met desoriëntatie en vaak angst. Een hoge leeftijd en een ernstige infectieziekte zijn een bekende risicovolle combinatie voor het ontstaan van een delier. Dit zien we nu vaak. Het is zelfs zo dat verwardheid één van de eerste symptomen van COVID bij ouderen kan zijn. Patiënten met al aanwezige cognitieve stoornissen, zoals een dementie of na een eerder CVA, oftewel mensen met een kwetsbaar brein, hebben meer risico op een delier. Ook door slechte visus en slecht gehoor kunnen mensen zich moeilijker oriënteren. De oorzaken van het delier bij COVID zijn de infectieziekte zelf, elektrolytenstoornissen veroorzaakt door braken en diarree, en medicijnen zoals opioïden. Andere bekende oorzaken in het algemeen, dus niet in het bijzonder bij COVID, zijn onttrekking van stoffen zoals alcohol, nicotine of bepaalde medicatie, een operatie of intracraniële problemen zoals bij een bloeding of tumor. Ook pijn, obstipatie of urineretentie kunnen oorzaken zijn. Een delier wordt verergerd door angst en stress. Er is nog veel onbekend over COVID en dit maakt mensen angstig en bezorgd. De onwerkelijkheid van strikte isolatie en alleen benaderd worden door onherkenbare zorgverleners met maskers en brillen kan tot desoriëntatie leiden. Zeker als de patiënt bijvoorbeeld geen bril op heeft en zijn gehoorapparaten uit heeft. Natuurlijk kan afwezigheid van naasten en eenzaamheid ook angst en stress veroorzaken. Patiënten met COVID en delier zijn vaak verward, angstig en gedesoriënteerd. We kennen twee soorten delier. Het meest bekend is de toestand waarin patiënten geagiteerd zijn met motorische onrust. Patiënten zijn dan plukkerig, trekken infusen eruit en dreigen uit bed te vallen. Er is ook het zogenaamde stille delier, waarbij patiënten apathisch zijn en afwezig zijn. Deze patiënten dwalen af tijdens een gesprek. Het stille delier is veel moeilijker te herkennen, zeker bij zieke patiënten. Het gestoord bewustzijn kan zich uiten in dat patiënten niet meer weten wie of waar ze zijn en ook het besef van tijd kan volledig afwezig zijn. Het is opvallend dat symptomen in het algemeen 's nachts erger zijn dan overdag. Je kunt een palet van stemming en affect zien zoals angst en verbijstering, depressie en apathie, opwinding en huilbuien, boosheid en agressie. Naast dit alles komen ook hallucinaties en wanen veel voor. Soms is het moeilijk een delier te onderscheiden van bijvoorbeeld angst en radeloosheid, een depressie of dementie. Het delier heeft een enorm impact op het welbevinden van een patiënt, maar ook op de naasten, die moeilijk contact kunnen krijgen. Wat kun je doen bij de patiënt met COVID die delirant is? In ieder geval door de patiënt en naasten gerust te stellen door uitleg te geven wat een delier is en hoe het behandeld kan worden. Door hen te verzekeren dat je er alles aan doet om het voor hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Preventie is heel belangrijk. Voorkom uitlokkende factoren als obstipatie en urineretentie. Stop onnodige medicatie, behandel pijn en probeer infecties zo snel mogelijk op te sporen. Zorg dat bril en gehoorapparaat gebruikt worden. De contactisolatie bij patiënten met COVID maakt het moeilijk om niet-medicamenteuze, oriënterende maatregelen in te zetten. En het kan zelfs een onderhoudende factor zijn voor een delier, ook als de verschijnselen van COVID verbeteren. Toch zijn sommige oriënterende maatregelen wel mogelijk. Denk aan gebruik van klokken, voor de patiënt vertrouwde attributen, zoals een foto van thuis, en het mogelijk maken van contact met naasten middels telefoon en beeldbellen.
Probeer zo goed mogelijk een dag-nachtritme voor de patiënt te creëren. In de normale situatie blijkt rooming in, oftewel continu rustgevende aanwezigheid van bekende naasten, heel belangrijk. Dit is helaas niet altijd mogelijk bij een patiënt met COVID. Deze niet-medicamenteuze maatregelen zijn minstens zo belangrijk en effectief als een medicamenteuze behandeling. Het helpt om de ernst van een delier te monitoren door gebruik te maken van observatieschalen. Hiermee kan ook gezien worden of een behandeling effect heeft. De meest gebruikte observatieschaal is de DOS-schaal. DOS staat voor Delier Observatieschaal. Hierop staan items die je kunt observeren bij een patiënt. Neem de DOS 3 keer per dag af, zodat de verwarde momenten gevangen kunnen worden. 1 keer in de vroege dienst, 1 keer in de late dienst en 1 keer in de nachtdienst. Een score van 3 of meer wil zeggen dat er waarschijnlijk een delier is. Patiënten met dementie zullen bij voorbaat al op sommige items scoren, zonder dat er sprake van een delier hoeft te zijn. De score wordt dus altijd per patiënt beoordeeld. Met de DOS kan het effect van ingezette behandeling gevolgd worden. Op deze dia staat stapsgewijs de medicatie die je kunt inzetten bij de patiënt met COVID die delirant is. Haloperidol is het middel van eerste keuze, als tablet, injectievloeistof of druppelvloeistof in de wangzak. Start bij patiënten jonger dan 70 jaar met 2 mg oraal of 1 mg bucaal of IV of subcutaan. Geef daarna als onderhoudsdosering 2 daags 2 mg oraal of een halve milligram bucaal, IV of subcutaan. Halveer deze dosering als patiënten ouder zijn dan 70 jaar. Let op, haloperidol werkt bucaal of parenteraal 2 keer zo sterk. Als de patiënt met COVID ook de ziekte van Parkinson heeft, is haloperidol gecontraindiceerd in verband met dopaminerge bijwerkingen. Geef dan clozapine 2 daags 12,5 mg per os. Indien je medicatie bucaal toedient, moet de patiënt geïnstrueerd worden het niet door te slikken. Dit zal lastig zijn bij een heftig delier. Beter is dan de medicatie subcutaan te geven. Bij aanhoudende onrust kan men lorazepam bijgeven. Dosering: sublingiaal 1 tot 4 mg elke 6 uur of 1 tot 4 mg subcutaan of intraveneus elke 6 uur. Als met dit alles het niet lukt om de patiënt comfortabel te krijgen, kan een time-out met midazolam gegeven worden. Startdosering is 5 mg subcutaan. Hierna zal de patiënt naar verwachting weer wakker worden. Soms, als iemand tijdens de slaap ineens verder achteruit gaat, zal deze niet meer wakker worden. Dit moet je altijd met de naaste bespreken, zodat zij afscheid kunnen nemen. Bij een refractair delier bij een patiënt met COVID in de stervensfase is er een indicatie voor palliatieve sedatie. Bedenk dat de impact van een delier groot is voor zowel de patiënt als voor de naaste. Informeer hen zo goed mogelijk over dit ziektebeeld. Geef duidelijk informatie met gebruik van woorden die ook door iemand met een cognitieve stoornis te begrijpen zijn. Herhaal de uitleg regelmatig. Betrek altijd de naaste hierbij. Informatiemateriaal over delier is te vinden op PalliaLine. Mocht je nu nog vragen hebben of straks bij de zorg met vragen zitten, neem dan laagdrempelig contact op met het palliatief adviesteam. Wij staan voor je klaar.